gewoon het afslachten. Nou. Zo, ik nog allemaal tegelijk, joh. Yo mensen, welkom bij mijn nieuwe video Hipca Flores. Laat ons eens een like achter en ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je zeker op mijn kanaal voor meer video's. Weer een Minecraft video en ik het gewoon zelf heel erg leuk vind. En als we bijna elke dag Minecraft uploaden, dan boeken we ook heel veel progressie in mijn wereld en het wordt steeds leuker naarmate we steeds meer hebben. Maar vandaag gaan we beginnen aan de kistenkamer. Het is aflevering 9. Ik ben weer terug. Het duurde echt heel lang om terug te gaan van die god naar uh, mijn huis. Gelukkig ben ik niet dood gegaan. Ik heb alle vier de diamonds kunnen meenemen. Ik heb alle iron al omgesmolten. En ik ben beneden begonnen aan het weggraven van de kistenkamer. Het is helemaal weggegraven. Jullie zien nu uh, hoe het eruit gaat zien straks. En dan uh, gaan we gewoon beginnen met, uh, met het inrichten van de kamer. Want ik dacht dat uithakken, dat duurde echt een kwartier. Dat zou heel saai zijn. Ik kan nu natuurlijk nu maar video's van 20 minuten maken. Dan is het bijna de hele video uithakken. Dat is saai. Dus wij uh, gaan lekker beginnen met de kistenkamer. Ik weet dat ik de schapen ook nog niet af heb. Maar um... Dat heb ik later gaan doen. Trouwens, we hebben veel meer uh, koeien ook. Dat komt omdat ik één keer alles geoogst heb uh, toen ik terugkwam en alle koeien er één keer laat fokken. Ja, dan krijg ik natuurlijk keer twee, uh, keer twee koeien. Maar ik zou even laten zien hoe het eruit ziet nu. Let's go. Kijk eens aan. Bam. Helemaal open. Alleen het probleem is nu dat dus dit al buiten is. Dus ik weet niet hoe ik dat wil gaan fixen. Um, en ik wil dus waar deur staat kisten plaatsen. Ik denk dat dat wel genoeg is. En um, ik wil gewoon eigenlijk nu al gaan beginnen aan het inrichten. Ik weet nog niet hoe ik het precies wil doen. Eén ding weet ik wel: de zijkant te veel van dat stone break. Dus daar gaan we mee beginnen nu. En dan gaan we gewoon langzaam en zeker uitbreiden totdat we ergens komen. Ik weet dus echt nog niet zeker hoe ik het allemaal wil gaan doen. Ik pleur, pleur dit er even in. Zo. Um, kijk, 48 iron. We hebben gewoon echt heel veel zo. En kijk, onze chests zijn er nu echt zo lelijk, uh, zijn zo lelijk aan het worden. Dus ik wil dat gewoon nu echt aan gaan aanpassen. Het is echt tijd daarvoor, jongens. Uh, oh, wacht. We moeten natuurlijk nog stone eerst gaan uh, omgooien naar die bricks. Hoppatee en hoppatee. Bam. Hoppatee en hoppatee. Ik heb nul idee hoeveel ik nodig heb. We gaan gewoon vanzelf zien. Zo, echt lekkere muziek opeens uh, van de Minecraft. We gaan het gewoon even zien. Wat we in ieder geval gaan doen, is wil ik deze muren... Hierachter wil ik in ieder geval, achter alle kisten... Dit. Dat is één zekerheidje wat ik sowieso wil. Um, hoe ik de plafond en de, 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 uh, de, de grond ga doen, weet ik nog niet. Maar ik weet dus heel zeker wel, en ik zie nu al dat we veel te weinig van dit steen hebben. Ik weet heel zeker wel dus dat ik uh, dit van dit wil doen. Dan moet ik eventjes gaan kijken hoe ik dit ga doen uh, vanaf buiten. Maar dat, dat zien we later wel. Um, even kijken hoor. Gaan we het dan hier doen? Oh, Anders hebben we hier een lelijke hoek, hè? Um, even checken. Even checken. Laten we heel even. Ik wil heel even kijken hoe dit eruit gaat zien. Vanaf buiten ziet het er nu echt heel lelijk uit. Maar dat uh, gaan we straks allemaal uh, aanpassen. Zo, we hebben echt veel te weinig van, uh, van deze zooi. We hebben echt veel te weinig van deze bricks. Maar mensen zeiden ook in de comments: het is echt tijd. Het is echt tijd voor de kistenkamer. En ik was er helemaal mee eens. Want ik werd helemaal gek van hoe mijn kisten er nu uh, uitzagen. Even kijken, jongens. Dan hebben we hebben weer hier precies hetzelfde verhaaltje. How do we want to fix that? Uh, misschien wel inderdaad. Gewoon hoe ik het hier deed. Dit mag weg. Pam. <laughs> Zo. Uh, heel even kijken. We hebben nu. Het is nu op. Ik vind dit wel mooi. Ik vind wel gewoon die. Um, uh, doen we hier lantaarn op. Zo en ook nou, nee, niet zo, want daar moet het plafond nog. Ik vind dat misschien wel mooi zo, juist. Dat geeft een soort diepgang. Ik ja, 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 ja. Daar ben ik wel tevreden over. Um, even kijken. Dan wou ik dus ook het plafond, wou ik zeg maar hier op gaan maken. Ik had het dus al uitgegraven, zeg maar één hoog. Maar ik zit nu te kijken. Ja, ik moet dat wel doen, jongens. Want anders um, wordt het te hoog. Dus ik pleur hier het plafond op. Ik weet alleen niet waarvan ik het plafond wil maken. En ik weet ook niet waarvan ik de grond wil maken, ik zal in ieder geval beginnen met de grond. Ik wil sowieso de grond niet steen of cobblestone. Dat moet sowieso uh, iets anders zijn. Maar wat er precies moet zijn. En mijn idee is dus ook sowieso dat ik van die. Um, van die. Name, nee, niet van die naamticks. Van die schilderijtjes plaats. En ik daar dan een blokje in plaats. En dan kan je zien wat het is. Dus bijvoorbeeld. Alle één, één zo'n twee kist krijgt dirt. En dan doe ik zo'n uh, schilderijtje. Zo'n frame. Zo heet dat. Dat woord zocht ik. Dankjewel. Zo'n frame met zo'n. Ehm. Um, uh, uh, met zo'n deurblokje. Ja, en dat is dan de kist van dirt. Maar mensen die nu denken: van, wat de hel zijn die deurblokken? Dat zijn dus. Uh, dat moeten de kisten gaan voorstellen. Je moet natuurlijk wel oppassen dat ze wel nog open kunnen. Uh, vandaar dat ik een hoog plafond heb ook. Dat ze wel sowieso uh, open kunnen. En je ziet nu al. Nu met alleen de uh, grond weghalen. Het duurt al best wel een tijdje. En ik heb dus dat helemaal, dit helemaal moeten uitgaven. Het duurde echt moeilijk lang. Maar waarvan ik dus de grond wil. I don't know yet. Alles jammer. Net wanneer mijn pickaxe kapot is. Um, waarvan ik dus de grond wil, weet ik niet. Wat ik ook niet. Ja, hier sowieso. Dit moet. Oké, okay, wacht. We gaan sowieso even naar boven. Maken we even de muur af. Misschien wil ik het wel van, van hout. Maar ja, het is wel ondergronds. Dan vind ik het wel een beetje raar om hout. Als, misschien wel. Andesite. Misschien wel zo'n soort uh, ding. Of gravel. Ik ga het heel veel gewoon allemaal meenemen. Of granite. Ik neem gewoon al die, die um, dingen mee. Hoppeté, dan ga ik gewoon kijken wat ik het mooist vind. Uh, nee, ik heb geen pickaxe meer. Dus 1, 2, 3. En hebben we ook nog ergens sticks? Nee, dat hebben we ook niet. Dus moeten we eventjes op deze manier dat fixen. hop Hoppeté en hoppeté. Gaan we ook eventjes uh, meer van dit steen fixen? En dan wordt gewoon de kistenkamer nu, uh, ja, nog waarschijnlijk nog niet afgemaakt. Maar we boeken wel heel veel vooruitgang nu. Ook omdat natuurlijk offscreen ik het allemaal had weggehakt. Maar het is wel even chill, zodat we het nu alvast, ja, best wel een groot deel van de kistenkamer hebben. Dan hoeven we dat gewoon nooit meer te doen. Als dat eenmaal die kistenkamer af, uh, af is, dan gaat het zoveel mooier er allemaal uitzien. Uh, zo, dit moet ook natuurlijk hier. Dan weet ik niet waar ik de grens wil laten beginnen van dit steen, zeg maar. Dan hebben we in ieder geval. Oh, dan moet heel veel dit nog weg. Die torch daar. Um, zo, doe ik het even op deze manier. Weg torch. T. Oké. Okay. Jongens en meiden. We hebben in ieder geval de muren af. Die wil ik dus. Is het helemaal af zo? Oh nee, ja, deze muur moet natuurlijk ook nog. Um, um, even kijken. Ja, maar ik zit nu gelijk te denken. Deze muur moet inderdaad wel weg. Maar misschien kan ik hier ook ovens gaan plaatsen. Ja, dat ga ik sowieso doen. En er was een sterkere oven, maar dat weet ik allemaal nog niet precies uh, hoe dat er allemaal uh, uitziet. Maar er was dus een... Oh, ik heb geen... Uh, ik heb geen bel. Oh nee, dan gaat dit zo langzaam. Uh, er zijn dus betere ovens. Dat zei iedereen in de comments. En ik had er filmpjes van gezien. En er was dus ovens die gewoon iets... iets sneller gaan. Dus sowieso wil ik... Uh, wil ik wel die ovens hebben. Ik moet even kijken hoe je dat gaat maken. Kan ik trouwens uh, zo al kijken. En ik wil sowieso. Want ik heb er nog niet over nagedacht. Van tevoren had ik gewoon gedacht van dat ik hier. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier wou. Maar ik zit nu, nu ik dit zeg maar aan het uitgaven ben. Of aan het inrichten ben. Zie, merk ik gewoon dat ik eigenlijk hier gewoon ovens wil plaatsen. Ik zal nu eventjes voor nu. Um, nu eventjes voor nu. Zou ik eventjes gewoon uh, deze stenen doen. En dan zie ik vanzelf wel. Hoe ik het later wil gaan doen. Moeten we wel eventjes dit ook weg. Maar je. Oh, wel, nee, dat hoeft niet. Want hier komt het plafond. Hier komt het plafond. Oké, okay, nou in ieder geval dit. Dat vind ik mooi. Uh, maar waarvan willen wij de grond? Even kijken, wacht. Gaan we eventjes beginnen met dit? Even stel. Gewoon stel. Weet je wat? Ik heb gewoon een heel leuker idee. We doen gewoon zo. Dan is dit een optie. Dan gaan we nu voor een granite. Nou, eigenlijk moeten we ook. Um, eigenlijk moeten we hier van kisten eerst maken. Ja, we gaan even eerst van die uh, deurt. Wacht, even tellen hoeveel twee. Uh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 kisten. Ik moet even die kisten eerst neerzetten. Want dan kan ik een beetje zien. Want de dirt is natuurlijk een andere kleur dan de kisten. Um, ik weet niet of ik hiervan genoeg heb. We gaan het gewoon zien. Uh, 28, nee, heb ik dik. Dik, dik. Niet genoeg. Volgens mij. Uh, zo. 7, 11. Ik ben echt lekker aan bezig, ik ben echt heel lekker bezig uh, zo, helemaal niet echt Ik doe het echt helemaal niet op de meest efficiënte manier Zo, je hebt echt veel hout nodig voor kisten zeg, merk ik nu Hoeveel wouden we er? 28 hè Oh mijn god, nou kom maar met uh, nog meer ook Daar gaat al mijn woed Eh, uh, Dan doen we zo 14 erbij, we moesten er 28. We moeten minstens 14 nog Nou, dat kan ook wel 21. Weet je wat? We gaan even houten, heel veel op 21. En dan gaan we gewoon even kijken. Misschien heb ik verkeerd geteld of zo. Dan heb ik straks veel te veel kisten. Dat is ook niet heel chill. We gaan even kijken. Hoppeté en hoppatee. Kist, kist. Deze twee weg. Kist, kist. Um, nou, dan gaan we gewoon even kijken. Dan pleuren we die kisten even hier neer. En dan zie ik al gelijk dat ik misschien niet heel mooi vind dat ze zweven, die kisten. Uh, maar ja, wat moet je anders? Dat is ook weer de goede vraag. Wat je anders moet. Ik zie ook inderdaad dat we veel te weinig kisten hebben. Maar dat maakt niet uit. Ik had dan toch gelijk met mijn 28. Ik twijfel even, want ze zweven nu wel. Kunnen ze wel allemaal open? Ja, ze kunnen wel allemaal open. Ook als er een plafondetje zit, volgens mij. Dus dat is wel weer fijn. Uh, ja, oh nee. Oh nee, die kist moet daar niet. Nou, dan gaan we even kijken hoe dit eruit ziet. Zo, oké. Okay. Daar hebben we niet alle kisten nu geplaatst, maar dan hebben we in ieder geval een idee. Um, ja, dan zie ik denk ik al gelijk dat ik dat rode steen spuug lelijk vind. Um, um, is het zo wit, hè? Nou, dat rode. Steen, nou, wat heb ik nog meer gravel? Ik kleur het gewoon allemaal neer hier en dan kan ik het een beetje inzien. Oké, okay, wat valt sowieso af? Wat valt sowieso af? Ik dacht dat rode sowieso afvalt. Nee, gravel valt sowieso af. Ik vind gravel echt spuugeleden. Gravel valt sowieso af. Dat ga ik sowieso niet doen. Gravel wordt sowieso niet de ondergrond. Op zich dit steen vind ik ook wel ziek. Ik wil sowieso ook niet normaal steen. Dat vind ik ook al zeker niet. Op zich dat witte heeft wel wat. Maar dan wordt het wel heel wit. Nou, dat rode valt eigenlijk... Oh ja, dat rode valt sowieso ook af. Dat rode is gewoon... Nee, het moet gewoon steen. Het moet wel een beetje donker zijn. Dat rode doen we dus sowieso niet. Dan heb ik nog meer van... Uh... Ja, we kunnen eigenlijk ook gewoon... Um... van dit doen, jongens? Ik ga gewoon even... Het helemaal een beetje gewoon alles opmaken. Want ik heb wel zo'n gevoel dat ik toch wel gewoon dit wil. Ja, dan boeit het niet helemaal dat... Dan moet wel deze, deze dingetjes moeten dan ook weg. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat dan... Waar die kisten op staan, dat dat dan wel een ander soort steen is? Of niet? Of is dat juist weer heel lelijk? Weet ik niet. Nee, we doen gewoon sowieso uh, van een brick. Ik vind dat wel gaaf. Ik vind dat wel vet. En dan wil ik sowieso nog wel een beetje inrichten met lava of zo. Dat lijkt me ook wel ziek. Dit is toch allemaal niet van hout. Dus we kunnen hier best wel. Ja, dit dan wel, maar dat gaat ook natuurlijk weg. We kunnen hier best wel iets zieks van lava maken. Ik ben er nu wel over uit dat in ieder geval de grond van dit uh, moet. En dan denk ik het plafond ook. Oh, weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook gewoon het plafond. Of juist de grond van lava. Dat, we, dat je op glas staat. Of het plafond. Wat is zieker. Nee, weet je, we beginnen gewoon even. Dan hebben we die kistjescamera al gehad. We kunnen hem altijd nog aanpassen. We beginnen gewoon even met die steen. Het plafond laten we even gewoon normaal steen. We beginnen we gewoon even met... Uh, is dit ook allemaal nog... Oh, dat is side. Is dat dan niet mooi? Zal ik ook even kijken. We gaan eerst eventjes uh, wat extra van dit pakken. Maar dat de site is misschien wel mooi. Oh, dat is, heb ik net weggehaald hier, hè. Dat is deze kleur, toch? Nee, dat vind ik echt het allerleefste steen wat er is. Oké, okay, dat, dat euh, doen we al helemaal niet. Laten we gewoon de grond afmaken van dit. Dan hebben we dat al in ieder geval. Nu twijfel ik eigenlijk wel weer over dit ertussen. Dat dat, dat hieronder. Dat dat een ander soort steen is onder de kist. Want ik dat nog niet weg had gehaald. Maar ik weet niet of ik dat nog wil aanpassen. Laten we in ieder geval. Dit zo afmaken. Let's bijna go. Let's bijna go, want het is nog niet af. Um, Ergen wij eraan dat dit anders is? Ja, ik erg me er wel aan. Dus dan moet ik eventjes uh, dat zo op deze manier oplossen. Heel lelijk dat Veel is lelijk. Heel vervelend dat ik dat nu zo moet doen. Maar ja, dat kan even niet anders. Hop, dan, dan zijn we gewoon sowieso zitten we dan goed. Dan ga ik straks naar boven. Moet ik nog meer stenen omsmelten. Volgens mij want heb ik nu al mijn stenen uh, wel gehad. Ja, ik moet even oppassen voor creepers ook. Ik wil sowieso de verlichting in deze grot. Nou ja, god. In deze kistenkamer wil ik de verlichting sowieso. Um, met lava doen. Maar ik zit nu even te kijken waar ik die lava. Ik kan het ook tussen de kisten doen. Dat is ook misschien Of, of hierboven zo'n rand. Ik weet het niet. Um, eigenlijk was mijn plan om zeg maar hier zo het plafond te maken. Zeg maar van deze hoogte. Maar ik vind nu hoe ik het zo zie, vind ik het eigenlijk wel vetter om het op deze manier te doen. Dat zeg maar, dan hou ik even steen als, um, als plafond. Heel eventjes voor nu. Dat is misschien eigenlijk sowieso wel mooi. En dan kan ik misschien zo'n lavarand hier zo uh, maken. In ieder geval gaat sowieso dit wel weg. En dan moet ik nog eventjes steen maken. Dus je moet sowieso sowieso wat iets, uh, iets wat extra. Van uh, dat steen hebben en we moeten extra kisten. Twee, vier, zes, acht extra kisten. Acht extra kisten. Oké, okay. en we kunnen sowieso ook nog later. Kunnen we hier nog een doorgang maken. Dat we hier nog iets anders maken. Dus de brewing room of de enchantment room. Dat kan altijd nog. Want we zitten beneden in een grot. Dus we zitten moeten oppassen aan deze kant. Maar aan de andere kant is het op zich al wel prima. Oh, dit zouden we hier maken, hè? Oh nee, hier wouden we de slaapkamer maken. Grapje. Even kijken, hebben we nog genoeg. Steen en de side? Stone. En um, de side. Nee, dus dan moeten we eventjes stone gaan maken. Ik weet niet precies hoeveel ik nodig heb. Maar laten we gewoon lekker alles volknallen. Zo, en dan weer nog cobblestone. Let's go. Oké, okay, dan, uh, dan gaan we even slapen. Gaan we in de tijd dat dat aan het branden is? Ik weet niet of dat ver genoeg is, maar ik ga in ieder geval dan even naar mijn koeien. Even checken hoe het daar gaat. En allemaal alles even oogsten. Neem ik even altijd mijn home mee. Let's go. Gaan we gaan even kijken. Dat zie je, het is al best wel uh, geoogst. Hier, kijk, dit is op zich wel vet al heb ik hier zo'n doorgang. Dat ik ook vanaf. Dat ik niet per se mee de slaapkamer in hoef. Maar dan wil ik het wel een zieke doorgang. Misschien met uh, water uh, maken of zo. Dat ik dan uh, via water, zeg maar, een soort watervalletje daar heb. Ja, een watervalletje hier vanuit. Ding, hier, zo'n waterval. Dat ik dan door de waterval heen kan lopen. Naar mijn kistenkamer, dat ik niet per se via mijn slaapkamer hoef. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we sowieso doen. Oké, okay, dan moeten we... Is dit goed? Ja, deze is goed. Oké, okay, let's go. Um, gaan we dit even oogsten. Ga ik ook even eerst al mijn koeien fokken. En dan ga ik er heel wat koeien doodmaken. De reden daarvoor is, is dat ik ook natuurlijk leather nodig heb nu. Voor die naamplaatjes, of voor die um, frames, zeg maar. Oh, ik maak soms een beetje verkeerde dingen kapot. Voor die frames heb ik dat nodig. En als we de kistenkamer klaar hebben, dan gaan we beginnen met de schapenkamer. En als we de... Schapenkamer? schaapboerderij En als we de schaapboerderij klaar hebben, dan kunnen we weer beginnen aan de slaapkamer, zeg maar. Maar ik vind de kistenkamer vond ik nu eventjes uh, van de hoogste prioriteit. Dus vandaar dat ik dat al offscreen wat uitgegraven Gaan we nu eventjes met de wortels. Ja, de wortels die gaan ook veel te snel. Kan je nog andere dingen maken van wortels? Want als je echt alleen wortels chapt, dan heb ik eigenlijk al genoeg eten voor de rest van mijn leven bijna. Ik heb zoveel wortels. Moet je kijken, nu heb ik gewoon bijna weer een stack wortels. Gaat heel erg hard. Ook meloenen. Gaat ook echt keihard gewoon. Meloenen. Volgens mij, mensen zeiden dat je het snelst kon weghakken met, um, met een axe. Maar die heb ik ook niet met een hoe. Met een axe. Maar die heb ik dus niet uh, nu bij de hand. Dat is ook wel jammer, anders kon ik even dit weg, uh, weghalen. Maar, hoeveel uh, wiet hebben we? We hebben 27 wieten. Dan gaan we eerst allemaal fokken van tot zover we kunnen fokken. Tot er gewoon uh, geen wiet meer over is. En dan ga ik gewoon dit al, al deze koeien gewoon. Denk, alle grote koeien afslachten. Hè? Maar misschien niet eens alle grote. Ik ga er gewoon in springen. Hop, Kom maar! Kom maar naar mij! Kom maar naar mij! Oh, dit is veel te laggy. Ik ga gewoon kijken tot ik gewoon geen hartjes meer krijg. En dan ga ik beginnen met afslachten. Oké, okay, we beginnen gewoon met afslachten. Zo, ik slag allemaal tegelijk, joh. Dus oppassen dat ik niet uh, kleintjes afmaai. Daar krijg ik niks van. Zo, hoeveel heb ik nu? Zeven letter maar. Is ook niet best. Oh, het ligt allemaal hier nog. Twaalf ledder. Hmm. Best weinig. Hoppatee. Deze kan allemaal dood van mij. Kill ik wel een paar kleintjes. Enge chaos in het koeienhok. Enge chaos. Oké, okay, nu ga ik stoppen. Nu ga ik stoppen. Koek, ik moet eruit. Oh nee, ik kan er weer niet uit, hè. Oh ja, ik heb hier wel zo'n doorgang. Maar ik ben bang dat ze weggaan. Eh, uh, waar is mijn hekje? Oké, okay, één koe is ontsnapt. Dus jij gaat dood. <laughs> Sterf, koe. Oké, okay, we hebben nu twintig ledder. Dus dat is best wel redelijk. En. Nu kan ik even kijken of er nog andere koeien waren. Nee, weet je. Oh, wel. Zie je wel, er waren wel nog koeien die nog kunnen fokken. Zie je wel, dan maak ik een paar dood en dan kunnen ze opeens allemaal nog fokken. Chill. Oké, okay, daar hebben we alsnog heel veel koeien. Maar daar hebben we in ieder geval. een beetje extra biefstuk. Oh ja, dit moet ik ook allemaal nog offscreen weghalen. Oh. Er moet nog zoveel gebeuren in dit. Um... in deze wereld. Dat ga ik nu niet doen, natuurlijk. Oké, okay, we zitten hier op 20 minuten, dus laten we eventjes teruggaan. Ehm. Um... Maken we heel even het beginnetje af. Ik wil hier dus een waterval naar beneden laten stromen. En dat ik dan door de waterval ook naar mijn kistenkamer kan. In plaats van. Oh, dit is helemaal weggehaald, joh. Um... Dirt. Zal ik even nu. Voor nu zet ik het even af. Oké, okay, nou, let's go. Zijn we weer met ons schapie? Gaan we even kijken hoe ver het is met de stone? Oké, okay, best wel. Dus kunnen we het beginnetje afmaken? Oh ja, dan moeten we ook extra kisten maken. Hoeveel moesten we er nog? Volgens mij acht. Uh, daar hebben we dik niet genoeg voor hier. Dan hebben we hier nog wat. Maar dat is ook niet genoeg. En hier nog wat. Even kijken hoe ver we hiermee komen. Zo, zo, zo. En zo. Daar hebben we er vijf. Zes hebben we er dan. Uh, natuurlijk hebben we nog deze kisten. Maar. Uh... Nou, weet je, boeien, hè. Dan hou ik het even hierop gewoon. Stone hebben we wel echt nog ziek veel. Dus ik denk dat we ook hiermee zwaar genoeg uh, van die Stone Brick hebben. Maar ik ben best wel een beetje blij hoe dit eruit gaat zien. Ik moet wel hier dus hierna dus wel even de video uh, eindigen. Oh, dat had ik al aangepast. Hè? Ja, dat had ik al aangepast. Toppie. Zo en zo. Dan moet ik dit hoekje ook nog. En dan vind ik het echt al, uh, ja, echt al een verre vooruitgang. We gaan echt vooruit, jongens, met de wereld. Zo en zo deze weg. Kist en kist. Oh. Oh nee, we kunnen er nog onderweg halen. Oh, ik vergeet al die dingen. Nee, ik vind echt dat we een uh, goede vooruitgang boeken in onze wereld. Dus dat is nice. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik denk dat jullie dat ook wel vinden. Ik kan natuurlijk nu niet. Ik wil echt wel gaan streamen Minecraft binnenkort. Alleen, um, nu kan dat nog even niet. Oh ja, ik alleen nog deze. Nou ja, dan is het nu wel even mooi geweest. Alleen nu kan het nog even niet door mijn wifi. Maar als mijn wifi goed is, stream ik per directo. Um, zo, dan maak ik het even op deze manier nog af. Daar, een steen. En dan ziet het vanaf buiten echt nog totaal niet mooi uit. Maar ja, daar moeten we, moeten we even wat op vinden. Dan maken we die berg wel even anders. Gewoon met meer dirt. Gaan we even kijken. Hebben we nog ook gewoon normaal stone? Ja, maar niet al te veel. Dan kunnen we in ieder geval het plafond nu een beetje weer heel maken. Wacht, ik begin gewoon even daar. Want het plafond was een beetje kapot gegaan door graffle die daar lag. En dus allemaal naar beneden viel. Dus vandaar dat het plafond een beetje er raar uitzag. Zo. Oké, okay, uh, dan pleur ik nog wat toortjes even voor nu neer. Zo en zo, dat er geen mobs gaan spannen. Maar ik wil dus of met de grond met lava, of dus hier zo'n lavastream of zo. Lava stream ofzo. Maar ik vind dit echt wel heel clean uitzien. Ik denk dat jullie dat ook wel vinden. Ik haal in ieder geval de deur weg, want dat is echt spuuglelijk. En dan wachten we gewoon wel tot uh, ik andere kisten maak. Maar ik vind dit wel mooi eruit zien. We gaan hierbij wel de video eindigen. Ik denk dat ik deze hoeken die ik echt ziek vind. Misschien ook wel hier. Maar hier wil ik dus nog de ovens maken. Maar hoe ik dat nog zo gaan maken. moet ik nog even kijken. Of ik weet nog niet eens zeker of ik hier de ovens wil maken. Maar nee, wel, waarschijnlijk wel. Hier maken we gewoon alle ovens. Maar hoe ik dat dus wil maken. weet ik nog niet. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik heb heel veel van genoten van deze video. Top video. We boeken vooruitgang. Ik hoop dat je genoten van deze video. Zie je in volgende video. En tot uh, dan, mensen.